En we zijn aangekomen bij toer 20. En toer 20 gaan we met het witte garen gewoon nog verder. En we gaan aanhechten in de eerste steek. Dus je ziet dat witte garen hier in het paarse is je keerlosse. De steek erboven is je eerste steek. Deze twee draadjes. Dan ga je je draadje er doorheen halen. Eén losse omhoog. En dan gaan we in de volgende vijf steken. Nou, even kijken hoor. In dezelfde steek een vaste. Ik moest even nadenken, moesten we nou in dezelfde steek een vaste? Ja, een vaste. In de volgende vier steken ook een vaste. 1, 2, 3 en 4. En dan om de steken van je duim heen maak je vier vaste. En ik ga niet voor de linkerkant een apart filmpje, voor de rechter polswarmer een apart filmpje maken. Dus heb je straks je rechterpolswarmer, haak je eerst helemaal tot aan het duimgat en maak je vier vaste om het duimgat heen, om deze steken heen. Dus dat blijft hetzelfde. Dus dan gaan we om deze steken, vier lossen, gaan we vier vaste om die losse lijn heen maken. 3 en 4. En dan ga je bij de volgende steek, die zie je hier, hier begint de volgende, ga je weer je vaste haken tot aan de andere kant. Tot het einde van de toer eigenlijk. En dan heb je één steek minder als normaal. Dus ik had er 30. En dan heb ik bij deze toer heb ik er nog 29 over. Dus het klopt dat je één steek hebt geminderd. Want we sloegen net 5 steken over. En we hadden maar 4 lossen gehaakt. En je krijgt nu ook 4 vaste terug. Dus je hebt hier één steek minder. Want je hand wordt ook natuurlijk weer smaller naar de bovenkant toe. Dus hebben we één steekje minder gedaan. Een vaste helemaal naar de andere kant. Ik heb dit keer niet geteld, gewoon naar de andere kant toe haken. Dus ben je bij de laatste steek aangekomen, dan gaan we naar toer 21. En daar gaan we een groene garen aanhechten. Dus ik zie je graag zometeen terug voor toer 21. Tot zo!